Uiteindelijk is het ook de afweging, laten we onze tanden dan zien als we vinden dat we ten onrechte gepasseerd zijn. En op dat punt ben ik wat sceptisch, omdat mijn, ja, het is misschien raar dat ik het zeg, maar ik heb de indruk dat de coalitie toch vaak achter het kabinet blijft staan. Toch, voorzitter, ik ben eigenlijk door mijn interpretatie maar heel kort, maar misschien ook omdat het kabinet het coalitieakkoord uitvoert wat wij hebben gemaakt. Ja, zeker. Maar het is wel belangrijk dat het kabinet zich wel houdt aan de spelregels. En als die overtreden worden, en dat gebeurt zelfs zo vaak, dat de heer Heijnen zegt, ik wil dat gewoon niet meer en ik ga een amendement op indienen. Maar in de afgelopen jaren, zeg ik even tegen u meneer Vijberg, hebben we er niet zoveel tegen gedaan. We hebben dat gewoon geaccepteerd. Toch? Ja, dan komt u altijd met die crisis, corona. We gaan dit nu niet, u was al door. Het gebeurde altijd al, meneer Van Wijberg. U gaat verder met de kabinet.